Concertkoor Sursum Corda voert op 16 maart van 7 tot 10 uur 's avonds de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit. Meer dan 20 projectleden en het kinderkoor van de Vrije School zingen mee. Wie werken aan deze Matthäus Passion in de Grote Kerk mee? Allereerst de 6 solisten. Dat is Judith Hofman, Francisca Orendi, alt, tenor Marcel Rijans, evangelist Robert Overpelt, als bas Nanko de Vries en de Christus wordt gezongen door Pieter Hendricks, allen bekend. Is het ook bijzonder, want er zijn natuurlijk 2 koren, hè, bij de Matthäus Passion, maar er werken nog andere mensen aan mee, kleine mensen. Ja, precies, het kinderkoor werkt mee van de Vrije School uit Almelo, onder leiding van Marieke Zoutendijk. En dat is niet voor het eerst dat ze meedoen. Het is voor de 2e keer dat ze al met ons meedoen en ja, dat is ook weer een goede samenwerking. Zijn er nog kaarten over? Dat weet ik zo niet, maar met laatste berichten was dat het zelfs al uitverkocht was. Dus ik denk het niet. Zeg, nu zijn het niet alleen leden van Sursum Corda die er aan meedoen, maar wie nog meer? Er zijn ook projectleden die er aan meedoen. Er zijn er ongeveer 25. En dat is een nieuw principe, dat ook bij Sursum Corda ook jaarlijks projectleden kunnen meedoen als een korte project. Nu is de opstelling ook anders dan bij gewone oratoria, hè? Waar dus de zangers op het podium staan en het orkest. Hoe is dat nu? We hebben het nu gekozen voor de zijbeuken in de Grote Kerk in Almelo. Omdat op het koor zelf is gewoon te weinig ruimte. En ja, we moeten natuurlijk met een koor van meer dan 100 man, 2 keer 50. Een kinderkoor van, ik dacht zo'n beetje 27 kinderen. Ja, en een orkest, 2 orkesten. Ja, je moet ze maar kwijt zien te raken. En de oplossing leek ons echt de 2 koren uit elkaar. Beide in de zijbeuken. En het publiek gaat er als het ware omheen. Ik verwacht een unieke samenstelling en ook een uniek concert.